Want als je met teleurstellingen om kan gaan, dan kan niks je tegenhouden in het leven. Ik ben uniek. Als je me niet kent, heb je schoolwerk niet goed gedaan. Ik ben er al langer dan een decade. Dus dan zou ik maar teruggaan in de geschiedenis en even gaan bladeren. Maar Universal Novelist Illustrating Quality. Dat is mijn naam. En ik ben al de hele tijd bezig. Dus ja, het ligt aan jezelf. Als je denkt wat te weten van hip-hop, dan moet je me zeker kennen. Nou, de allerbelangrijkste reden is om te laten zien je diversiteit te laten zien in verschillende talen. En ook om mijn boodschap die ik in het Engels toch iets beter overbreng. Maar dat ik toch in het Nederlands ook mijn boodschap kan overbrengen. En dan op een manier waarop mensen dus niet van mij gewend zijn. Want ze begrijpen, veel mensen begrepen mij ook niet in het Engels. Dus ik kom mijn ei niet echt kwijt. En in het Nederlands, ja, als je Nederlandstalig bent en mensen begrijpen de taal, dan kunnen ze je ook beter begrijpen met wat je nou eigenlijk precies bedoelt. En op die manier eigenlijk, dat was de motivatie om een album te maken en verschillende topics uit te kiezen en mijn mening daarover te geven op band. En ja, dat mensen terug kunnen luisteren, weet je. En dan op die manier, want ik ben ook niet van plan om met Engelstalig te stoppen ofzo, ik ben niet overgesprongen. Het is gewoon een en-en situatie, Nederlands en Engels. Ja, mijn passie blijft gewoon om het Engels te doen, omdat het lekkerder voor mij in mijn mond ligt. En omdat het ook makkelijker denken is, klinkt misschien raar. Ik ben voor origine ben ik hier natuurlijk ook opgegroeid. Maar omdat ik al zo lang in het Engels bezig ben, is het voor mij makkelijker om mezelf te uiten in het Engels. Dus dat is voor mij makkelijker en het denkt ook veel makkelijker tijdens het schrijven. Maar ja, maakt niet uit als je een lyricist bent. En dat klinkt, dan moet je in principe alle talen die je machtig bent, moet je dat kunnen neerzetten, weet je. En dat is ook de reden waarom ik het dus heb gedaan. Nou, in principe niet. Kijk, ik ben een gevoelsmens, dus ik pak gewoon wat ik denk dat aan de orde is. En wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, iets meer bedacht. Je denkt er iets langer over na voordat je een topic aansnijdt, weet je. Omdat je toch wil dat het raakt. Je wil dat het de mensen raakt. En ik ben niet een bluffertje of zo. Op track ben ik helemaal geen bluffer. Of dat ik ga rappen over dit of dat. Ik rap gewoon over mijn ervaringen. En veel mensen die hebben het over, ja maar Nederland is toch geen ghetto. Het is gewoon allemaal teringsoort, allemaal bullshit. Je hebt gewoon mensen die het moeilijk hebben. En ik ben een van die jongeren geweest die het moeilijk heeft gehad in mijn jeugd. Ja, en dan rap ik het. En ik heb een andere levensstijl. Ik heb geen levensstandaard dat ik van 9 tot 5 werk en daarna eventjes een rapje schrijf. Dat is niet mijn situatie geweest, weet je. Ik ben op straat opgegroeid. Ik ben tussen allerlei soorten mensen opgegroeid. En ja, dat heeft me gewoon gemaakt tot wie ik ben. En veel mensen ontkennen die kant van het verhaal. Maar er is wel degelijk een bepaalde kern van vervelende dingen hier in Rotterdam sowieso. Maar ook in andere steden. Dus mensen moeten dat niet ontkennen of van wegrennen van ja, het valt allemaal mee of Amerika dit. In verhouding tot Amerika, als we de mensen tellen, wordt hier veel meer ellende naar voren gebracht dan in die grote landen. Dus ik ben het niet echt eens met die stelling dat mensen er altijd zo nuchter, zogenaamd tussen aanhalingstekens, zo nuchter over doen. Maar je moet het dan op band zetten, weet je. Dus wat ik doe, ik ga gewoon naar de studio, ik rap in wat ik voel. En als mensen mij voelen, dan begrijpen ze waar ik vandaan kom, weet je. Ik ben een uitgesproken persoon, dus iemand die zijn mening durft te geven. En ik zal het zeker doen. Ik zal het zeker doen. Maakt niet uit wie of wat. Ik zal gewoon mijn mening geven. Wat houdt jou op dit moment echt bezig, wat we ook gaan terug horen op je album? Ja, in principe is het meer naar de jeugd gericht. En ja, om ze toch een bepaalde push, een bepaalde kant op te sturen. Kijk, is het ervan? Ik heb een track over mijn moeder. Ik heb een track over de dames, over het leven. Ik heb een track over Rotterdam natuurlijk. Ik heb verschillende soort tracks. Het gaat in principe over alles wel. Weet je? En de politiek wordt er ook in genoemd. De game, dan in het Nederlands vertaald, het spel. Dat is ook een track, doe ik samen met Props. Van mijn clique, van Most Official. Ja, doe ik samen die track. En daar heb ik het wel over. Het een en ander, ja. Dus dat is gewoon drie coupletten, gewoon keiharde waarheid.
En een toffe refreintje, weet je wel. Heel toffe refreintje, wordt heel goed ingezongen. En dat, kijk, ik wil gewoon die kant laten zien van mij in het Nederlands. En ik denk dat het wel gewaardeerd gaat worden. Want die Rotterdam-track was eerst ook wennen voor mensen. Dachten ze, ja, wat is dat nou eigenlijk? Maar naarmate ze vaker het nummer hebben geluisterd en vaker de tekst hoorden, dachten ze toch van, hé, dit is niet zomaar iets, weet je. Het komt ergens vandaan. En dat wil ik, dat al mijn nummers hebben. Gewoon waarde. Niet voor één keer luisteren en te stof. Nee, je moet erin komen en als je er eenmaal in bent, als je in mijn stijl bent geklommen, dan moet je het doop gaan vinden. Dat is meer mijn ding. Met winnen, Stix, Bianca, opkomend talent, heel goed. Niemand vergeten. Met Props heb ik een track. Komt een track aan met Typhoon, met Kane. Daar zijn we nu mee bezig. Ja, misschien vergeet ik wel iemand. Maar dan is dat niet zo bedoeld. Er zijn een paar tracks. Ik ken nou helemaal die tracklist niet uit mijn hoofd. Met Naast sowieso heb ik nooit contact gehad. Okay. Het is heel anders gelopen dan veel mensen denken. Hij was geïnteresseerd om met een MC van Nederland te werken. En toen werd een MC naar voren geschoven. En hij zat natuurlijk bij dezelfde maatschappij als ik. Ja. Hij zat dan bij Columbia en ik zat bij Epic. Maar ja, toen hoorde hij mijn tracks van toen de tijd. Het waren toen nog demo's. Er was nog niks uitgebracht. En toen wou hij kosten wat het kost met mij opnemen in plaats van die andere artiest. Een gerenommeerde Nederlandse artiest was dat toen al. Ik ga geen namen noemen, want het heeft helemaal geen zin. En ja, toen wou de maatschappij stond er in principe niet achter. Maar hij zei, als ik het doe, wil ik het alleen met die jongen doen. En zo is het toen gekomen met een gehaast verhaal, want die naast de dames plaat moest uit. En dit en dat, want anders was het veel groter aangepakt. Maar de maatschappij was dus duidelijk niet daarmee bezig en ze dachten dat ik te licht was daarvoor. Maar het is toch goed uitgekomen en ik heb veel respect daarvoor gekregen ook. En waardering. Maar het heeft nooit geleid tot een samenwerking of een continuïteit van een samenwerking. En met Guru is een ander verhaal. Ja, het is gewoon mijn boy. En ik ben ook in principe via hem toen in Amerika terechtgekomen om songs te gaan opnemen in Manhattan. En ja, met Prop Snatch en zo. We hebben gewoon veel dingen gedaan. We zijn ook samen weg geweest hier en daar. Toen hebben we ook nog long distance contact gehad over de telefoon. Weet je wel, dus dat is wel in principe tijd geweest. Maar ja, iedereen gaat de andere weg op en als je elkaar een tijdje niet spreekt, ja, dan is het niet uit het hart, uit het zicht, uit het hart. Maar het blijft gewoon van wanneer ik hem weer zie, dan is het gewoon weer hetzelfde als toen, begrijp je? Dat is meer het ding met die mensen. Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt van je album Married to Music? Dat je nooit concessies moet doen en dat je altijd je eigen ding moet blijven doen. Kosten wat het kost. Als jij zelf ervoor kiest om iets te doen wat een beetje commercieel is en je vindt het tof, dan moet je dat doen. Als je er niet achter staat, nooit doen, want je gaat je hele leven spijt ervan hebben. En ja, je moet gewoon je eigen identiteit behouden, weet je. Dat is de kracht van de muziek die je maakt. Want als je niet jezelf bent, dan is het bijna gedoemd om te sterven, je muziek, weet je. En ik zei niet dat er alleen maar slechte nummers op stonden. Er stonden ook wel goede nummers op. En ook nog iets, het liefst niet met één producer werken, want dat laat je LP ook eentonig klinken. Al lijken de beats anders, van buitenaf klinkt het altijd hetzelfde, weet je. Qua geluid en al die dingen. Dus je moet proberen om meer variatie te brengen. Tenzij je zelf een producer bent en je brengt een LP van jezelf uit, oké, dat is anders. Maar als je gewoon een MC bent, moet je proberen om op verschillende beats te jumpen, weet je. En ook je verscheidenheid laten zien op die platen. En je topics kan je dan ook beter aansnijden. Want als je een beat op maat geleverd krijgt, dan die tekst die erop geschreven wordt, is heel anders dan als je gewoon uit het niets of op een instrumental gaat schrijven, krijg je toch andere lyrics eruit, weet je. Dus dat is eigenlijk de lering die ik eruit heb getrokken. En dat je niet te voorbarig moet zijn met het denken dat mensen je wel gaan begrijpen. Of dat ze je wel diggen. Want sommige mensen die niet goed Engels verstaan, of die denken Engels te kunnen verstaan, maar dan niet diep genoeg kunnen gaan, ja, die begrijpen helemaal niet het punt wat je wil maken met bepaalde songs. Dus dat is een beetje wat me hier een beetje heeft laten nadenken van hoe ga ik dat aanpakken.
En hoe ik dat van plan ben aan te pakken in het Engels is gewoon hier overslaan en andere landen benaderen, weet je. En kijken wat er dan mee gebeurt. Hier is het niet belangrijk voor mij in het Engels. Wie mij hier oppikt zijn altijd de trouwe fans die me altijd een warm hart hebben toegedragen. Ja, kijk, die zullen het vanzelf wel dope vinden, want mijn muziek is sowieso veel beter als een paar jaar geleden. Ik maak veel betere nummers nou. Ik ben zelf ook heel kritisch naar mezelf toe. Nu maak ik volwassenere nummers. Krachten bundelen is nodig om naar buiten toe te treden, weet je. En moet je in principe het beste van alles hebben. En de ingrediënten zijn daar, want als je kijkt naar elk individu in de camp, is gewoon een persoonlijkheid. En dan daarnaast komen ook nog kijken het stukje talent wat erbij komt. Dus ja, ik geef maar een voorbeeld. In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze misschien, die verzamelcd hebben ze dan gehoord, die mixtape. Maar ja, dat is het enige. En ze worden in principe daar al op handen gedragen. En dan praat ik alleen over Keulen natuurlijk, maar het woord wordt wel verspreid daar. Kijk, het is gewoon die hele movement en weet je, hoe we daar naar buiten komen, ja, wordt meer gewaardeerd. En dat is ook de reden waarom je niet... In je eentje kan je ook niet zoveel bereiken als dat je samen... Het opent meer deuren. Het opent veel meer deuren, want de ene die gaat makkelijker door een deur met bijvoorbeeld de kledingsponsor. En de andere die gaat makkelijker door een deur met een programmeur van festivals. Het is allemaal verschillend, dus je moet elkaar gewoon helpen om meerdere deuren open te trappen. Ja, en daarna kunnen andere mensen, want kijk, wat het altijd is geweest, wij zijn altijd de vangers geweest van de zweepslagen. En andere mensen die lopen met het koekje weg. En dat is een klein beetje ook waar je dan kwaad om wordt, want je denkt van, hé, ik heb al het werk verricht. En de volgende die komt gewoon en die gaat met de taart weg. Dus daar moeten we nu wel even een stokje voor houden, dat niet andere mensen met het geld en met het brood weglopen. Ik heb ook honger, ik moet ook eten. Dus dat is wel de volgende missie, is wel ook om een beetje geld eraan over te houden. Op wat voor manier dan ook. Ik heb in principe niet zulke hoge verwachtingen, heb ik afgeleerd. Ik maak gewoon zo goed mogelijk muziek. Hoe beter je nummers zijn, hoe sterker je in je schoenen staat. Dat is wat ik zeker weet. En de rest, ja, dat komt vanzelf al. Die bars van ons is ook gekomen doordat ze ons hebben horen rappen en die tracks hebben gehoord. Kijk, je kan wel lullen, maar als je niks brengt, dan ja, heb je geen poot om op te staan. Terwijl als je dingen brengt, hoef je bijna niet meer te praten, want dan praat het voor zich. En dat is hetgene wat we nu hebben geleerd. En dus zo hoog mogelijk kwalitatieve nummers naar buiten brengen. Zorg voor meer respect, meer waardering. En waarschijnlijk ook voor wat meer centen in je zak. Dus dat is hetgene waar we dus aan werken. Aan die kwaliteit van die nummers. Het doel is nu om gewoon zoveel mogelijk en zo goed mogelijke nummers te maken. Pardon. En daar dan mee een plan naar buiten. We hebben al een plan, maar om dat plan dus te gaan uitwerken en uitvoeren. En dat is een missie van het buitenland. Kijk, en wat hier dan komt, is leuk. Maar dat is niet het belangrijkste. En natuurlijk willen we hier ook de mensen geven wat ze verlangen. Waar ze naar verlangen en de echte hip-hop heads ook laten zien dat er nog steeds mensen zijn die het voor het echt doen en niet voor show, weet je. En natuurlijk willen we dat ook doen, maar dat is niet het belangrijkste voor ons. Want dat breekt ook je spirit, want als je het alleen daarvoor doet, dan ben je heel euforistisch en dan daarna is het eigenlijk over. Dus daar doen we het niet meer. We doen het voor de belangrijkere dingen, weet je. Voor de toekomst en voor het buitenland. Kijk, als je in het buitenland gewaardeerd wordt en hier niet, worden hier wel gewaardeerd, maar door te weinig mensen. Mm-hmm. En je wordt daar gewaardeerd door een grote groep mensen. Dan kan je liever daar je ding doen, daar heb je ook veel meer plezier aan. En het vult je zakken. En dat is toch ook belangrijk, want dan kan je bezig blijven. Want als je iets doet waar je geen geld mee verdient, ja, kan je wel bezig blijven, maar het kost alleen maar energie, kost alleen maar geld en je krijgt er geen pleuris voor terug. Nou, dan houdt het toch een keer op. Maar als je die energie, die positieve energie terugkrijgt en je krijgt nog een zakcentje erbij,
ja, dan houdt het je makkelijker gaande, weet je. I state that, I state the fact, never no more, nooit meer. Het is echt iets waar ik, ja, eigenlijk wil ik er niet eens mijn woorden aan vuil maken. Zoveel energie, zoveel tijd is daarin gestoken. En er is helemaal geen pleuris uitgekomen, alleen maar bla bla. En ja, het is nergens goed voor. Het heeft ons meer naar beneden gebracht dan naar boven, dus weet je. Hoe zou jij je carrière tot nu toe willen omschrijven? Als ik van een schaal van 1 tot 10, laten we zeggen van 1 tot 100 nou, procenten qua slagen, misschien 10% ben ik geslaagd. Nou, dat is heel erg weinig. Omdat als je het onderste uit de kan moet halen, dan is die kan nog bijna helemaal vol, als je het aan mij vraagt. Dus het echte werk moet nog komen. Wat ik nu heb gedaan is voor mij, ja, hoe ik het zie hoor, andere mensen kunnen dat misschien anders zien. Want ik heb in totaal nu wel bij elkaar 5 videoclips uitgebracht en een album en een Nederlands album komt eraan. Maar voor mij is dat, ja, is wel leuk, maar het is niet echt iets waar ik trots op ben allemaal. Weet je, ik kan pas aan het einde van de rit kan ik trots zijn als ik de dingen heb bereikt die ik graag wil bereiken. En de mensen heb bereikt die ik graag wil bereiken. Op een positieve manier, weet je. Is er bijvoorbeeld één specifiek doel wat je echt moet halen gewoon voordat je kan stoppen met deze shit? Daar heb ik eigenlijk niet altijd even lang over nagedacht. Maar ja, wat je natuurlijk graag wil is niet de roem, maar toch wel de waardering. En ook een stukje het maatschappelijke, weet je, ook een stukje geld. Ja, kijk, je moet wel geld krijgen voor wat je doet, want als je dat geld niet krijgt, ja, dan het houdt gewoon op. Muziek maak je met liefde, maar wanneer je gaat werken met die muziek, dan moet je er geld voor krijgen. Want degene die daar staal aan het zagen is of fiets aan het maken is, krijgt ook geld eind van de maand. Dus je moet gewoon, als je ergens mee bezig bent, voor de grap, en je doet het gewoon thuis in je kamertje, dan moet je het gewoon voor jezelf doen. Maar op het moment dat je ermee naar buiten gaat treden en mensen gaan daarvan profiteren en radiozenders gaan je muziek draaien en televisiezenders gaan je muziek draaien, dan wordt het toch hoog tijd dat je er ook profijt van gaat krijgen. En dat is een beetje het verhaal, weet je. Dus het is niet mijn doel om met muziek rijk te worden. Nee, want ja, ik heb die droom niet. Als je die droom hebt, dan leef je niet echt in de realiteit. Maar het is wel een doel voor mij om genoeg jeugd te bereiken. En die ook aan te sporen om goede muziek te maken en positieve muziek. En positieve muziek wil niet altijd zeggen dat je positieve boodschappen hebt in de muziek. Maar dat de realiteit en de waarheid gezegd wordt, dat is voor mij positief. Want als je liegt en als je gewoon dingen verzint, ja, dat is niet altijd positief. Op een cruciale leeftijd kwam ik zonder huis te zitten. En moest ik van de ene plek naar de andere plek. En ja, dat heeft gewoon ervoor gezorgd dat ik geen profvoetballer ben geworden. Maar toch, het enige weemoed terug naar die periode. Want ik bedoel, ja, nee, als je zo ver bent gekomen. Ja, nou, in principe niet. Kijk, weet je hoe ik erover denk? Alles gebeurt met de reden. En ik heb daarvan kunnen leren van die periode. Het is natuurlijk, zou veel fijner geweest zijn als ik profvoetballer was geweest, want dan had ik niet hoeven te klagen over geld. Laten we eerlijk zijn, maar over het feit dat het gebeurd is en hoe het gebeurd is, kan ik mezelf niet zoveel kwalijk nemen, dus dan doe ik dat ook niet. Ik ben kritisch genoeg om te weten wanneer het aan mij ligt en wanneer het niet helemaal aan mij ligt, dus ja, ik kan er gewoon niet zoveel aan doen. Ik denk dat als ik de kans had om het nog een keer te doen en ik zou weten wat het leven daarna zou geven, dan zou ik misschien een beetje doorzetten. Maar als ik dat ook niet zou weten, dan zou ik precies hetzelfde gehandeld hebben, denk ik. Dus wat dat betreft heb ik er niet zoveel spijt van. Ik kon er gewoon weinig aan doen. Maar ik probeer nu wel fouten die ik heb gemaakt en de situaties die ik heb meegemaakt, probeer ik wel te veranderen voor de jeugd van nu. En dat is ook een reden waarom ik jeugdtrainer ben geworden en dat ik dat ook graag doe.
Want dan zie je ook mensen, je ziet ze ontsporen, je ziet het gebeuren gewoon. En soms is dat alleen een aai over het bolletje. Of een goed gesprek kan iemand zijn hele leven veranderen in principe. Klinkt raar, maar het is echt zo. Soms hebben mensen niet genoeg vertrouwen in zichzelf. En als je ze even moed inspreekt en ook gewoon eerlijk bent, ja, dan kan het gewoon goed komen. Welke parallellen zie jij tussen voetbal en hiphop? Het is een creatief gebeuren. En om creatief gebeuren, om dat draaiende te houden, moet je heel sterk zijn. Er zijn gewoon echt mensen letterlijk gek geworden van door muziek te maken, echt waar. Of helemaal aan de drugs, helemaal kapot. Omdat ze dus niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Met voetbal ook, met meerdere sporten. Ja, gewoon veel meer persoonlijkheid. Kijk, het is wel, iedereen doet wat tof en is zogenaamd tof hier in Rotterdam en dit en dat. Maar dat is bullshit en de meeste van die gasten ken ik allemaal. Het zijn ook inderdaad gewoon, weet je, toffe gasten en het zijn niet geen flikkertjes of zo, weet je wel. Maar ze zouden gewoon meer naar buiten moeten treden en ook op een intelligente manier. Niet alleen dat domme gelul, weet je wel. Dat zou ik graag willen zien, want dan open je ook meer deuren voor andere mensen, jongere gasten. De nieuwe generatie, die breng je daardoor naar voren. Als je het allemaal, dat dom gezeik blijft. En en ik, weet je wel, dat werkt niet. Je moet gewoon, ze moeten gewoon iets meer open-minded zijn. En dat nuchtere gedoe moet een keertje ophouden, weet je. Want hier is het meer van, hey, fuck jou. Ik heb je niet nodig op kankeren. Maar dat werkt niet. Kijk, ik was vroeger ook zo hoor. Ik zeg het eerlijk. Maar het heeft gewoon geen zin, weet je. Want dan maak je geen deuren mee open. En dat is wat Rotterdam nodig aan je heeft. En dat ze hebben die Amsterdammers wel. Soms zijn ze gewoon wat vrolijker. Ze maken sneller een grapje. Ze kunnen sneller met iemand wat babbelen. Rotterdammers zijn gewoon niet zo. En dat is ook de identiteit van Rotterdammers. Dat is ook niet erg. Maar op sommige momenten is het gewoon nodig dat je met iemand een praatje kan maken. Of dat je ergens over kan discussiëren, weet je. En dat mist Rotterdam, vind ik. Dat is mijn mening. Amerikaan of een Fransman of een Duitser. Die moet niet belangrijker zijn dan een Nederlander. En dat komt alleen maar, die worden alleen maar belangrijker gemaakt. Omdat mensen die een bepaalde machtspositie hebben. Ja, tussen aanhalingstekens. Want wat is nou een machtspositie? Wanneer je een promotor bent, ja. Misschien zien ze zichzelf zo. Soms denken ze echt dat ze geweldig zijn. Maar ja, laten we daar maar over ophouden. Maar in ieder geval, dat soort mensen die moeten eerst kunnen kijken. En respect kunnen geven aan een Nederlandse artiest. Want dat is altijd het probleem geweest. Want ze durven die Amerikaan wel 20.000 euro te betalen. Maar wanneer je een Nederlandse artiest groot maakt door hem goed te promoten. En door zijn shit heel de dag te draaien. En iedereen doet dat. En iedereen werkt daaraan mee. Dan krijg je in Nederland ook hele grote artiesten. Die de Kuip en de Arena en Ahoy helemaal uitverkopen. Snap je? En dat is waar het hier aan schort.